Samenwerking is één van de pijlers binnen de Omgevingswet. Zowel interne samenwerking als tussen ketenpartners. Maar ook met de maatschappij, met inwoners of initiatiefnemers. Maar wat maakt het tot een succes? Succesvol samenwerken is een combinatie van drie bouwstenen. Inhoud, proces en relatie. Bij de inhoud staat de opgave centraal. Het hebben van heldere kaders en het denken in belangen. Wat willen we bereiken en waarom? De Omgevingswet legt de focus op een integrale aanpak. De opgave komt centraal te staan in plaats van ieders individuele expertise. Dat is voor veel overheden zoeken en verkennen. Dan helpt het om bij de start te weten binnen welke bestuurlijke kaders er vrij geëxperimenteerd kan worden en waar niet. Een goed voorbeeld hiervan is de ondergrondse beek, waar het waterschap, de gemeente en de provincie Gelderland samen keken hoe ze de wens van een bedrijf mogelijk konden maken. Het mooie bij dit project is dat we eigenlijk meteen met verschillende disciplines bij elkaar zijn gaan zitten binnen het waterschap en de situatie, het initiatief van verschillende standpunten hebben bekeken. Daardoor kan je een heel breed beeld geven van wat er mogelijk is en waar kansen liggen en ook wat niet kan, waar kaders liggen. En daardoor kun je echt kijken naar het doel wat zo'n bedrijf wil bereiken en wat de waterschap en andere overheden willen bereiken en hoe je dat kunt combineren met elkaar. Bij de inhoud is het ook belangrijk om elkaars belangen te verkennen en die op elkaar af te stemmen. Dat bevordert niet alleen het begrip over en weer, maar ook de doorlooptijd van het proces. Dat merkten ze ook in de gemeente Culemborg toen ze aan tafel gingen over de ontwikkeling van de woonwijk Parijs. Je merkte in het project Parijs dat er heel veel weerstand was. En daardoor zag je dat de verschillende belangen van de beide partijen niet overeenkwamen. En dat de doorloop van het project in ieder geval niet ten goede kwam. We hebben toen ook besloten om met elkaar maar om tafel te gaan zitten en eens te praten over de belangen. Open te praten over wat wil je nou eigenlijk met het project bereiken? Wat zijn je doelen eigenlijk met het project? En elkaars inzichten beter te verkennen. Naast de inhoud is het belangrijk om het proces te doorzien. Wie heeft welke rol? Is er behoefte aan externe expertise? En wat zijn de verwachtingen en mandaten? Om dit helder te krijgen en te behouden, is het van belang de samenwerking te bespreken. Dit is goed terug te zien in de totstandkoming van de buurtmoestuin in de H-buurt, waar Bloei en Groei is betrokken nadat het project was vastgelopen. Het idee ontstond om Bloei en Groei te vragen als neutrale partij, om dus samen met de bewoners dit project maar op te zetten. Wij kozen voor een laagdrempelige aanpak. We echt ervoor zorgen dat we eerst maar beginnen met helder uitleggen van hoe zo'n tuin tot stand kan komen en daarin heel erg de bewoners meenemen om een beetje de wensen op te halen en ook laten zien dat wij als Bloei en Groei een bepaalde expertise hebben, waardoor je dus eigenlijk de bewoners geruststel over hun angsten. Dus dat was één van onze eerste stappen. Al die belemmeringen, al die angsten, al die barrières, maar die bewoners hadden, om die weg te nemen door helder en goed uitleggen van wat de bedoeling is en dat het allemaal dus best meevalt. Samenwerken vraagt ook onderhoud. Behalve de voortgang van de opgave is het dus ook goed om regelmatig de samenwerking te bespreken. Bij succesvol samenwerken is ook de relatie belangrijk. Daarbij zijn essentieel het vertrouwen dat je met elkaar opbouwt, de transparantie in je samenwerking en je persoonlijke houding en gedrag. Zo vertelde Stef Capelle in Inzicht 6 hoe het wantrouwen in de casus van de voormalige gemeente Korendijk veranderde in een succesvolle samenwerking. Nou, we kwamen natuurlijk vanuit een positie waarin er heel erg veel wantrouwen was ten opzichte van elkaar. En je merkt gewoon dat door het goed met elkaar praten, helder zijn en het maken van afspraken en dat die afspraken ook nagekomen worden, dat je dan langzamerhand dat vertrouwen in elkaar weer opbouwt en van daaruit een basis hebt om verder te gaan. Mensen gaan geen relaties aan met instanties, maar met mensen. Daarom is een persoonlijke aanpak erg belangrijk. Er moest vooral een brug gebouwd worden tussen de Nieuwendijkers en 10 gemeenten, vooral natuurmonumenten. En vooral elkaar opzoeken, dus persoonlijk het gesprek aangaan. Ben je op zoek naar nog meer verdieping rondom het thema samenwerken? En ben je benieuwd geraakt naar de inzichten van je collega's? Probeer dan eens de toolkit van deze MOOC. Die helpt de samenwerking zowel intern als extern te verbeteren. De toolkit bestaat uit een set van 16 kaarten met vragen over de essenties van de bouwstenen. En het bevat een format om inzichten en goede voornemens vast te leggen. Je kunt de toolkit gebruiken tijdens een samenwerkingsverband of tijdens een teamoverleg.
Heb je nog niet alle inzichten over de casussen gezien? Kijk dan op omook.nl.